begroting 2024 voor de gemeente Drimmelen die staat nu in de stijgers. En er is nu een persbijeenkomst. En alle collegeleden, de burgemeester en de wethouders met hun eigen portefeuille geven een korte toelichting en beantwoorden vragen. En natuurlijk is Drimmelen politiek aanwezig. Van harte welkom alle mensen van de pers die hier vertegenwoordigd zijn. En mensen van de gemeente en van het college, van harte welkom. En dan ga ik maar meteen door naar het financiële beeld voor 2024. En daar mag ik wethouder Harry Bakker als wethouder financiën het woord voor geven. Dan neem ik het zo meteen weer van jou over, Harry. Dankjewel, Thomas. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, financieel beeld. De begroting 2024, het jaar van aanpakken. In de wereld is het onrustig in verband met veiligheid en conflicten. Dit raakt ook Nederland en indirect Drimmelen. Toenemende onzekerheid, materiaal is slecht leverbaar en tegen hogere prijzen. En een oplossing of meer duidelijkheid lijkt ver weg. Het kabinet is demissionair en veel plannen liggen op de plank. Ook financieel is er weinig duidelijkheid vanuit het Rijk te verwachten. Commissies vanuit de VNG voor een herverdeling of een juiste voeding van het gemeentefonds vergaderen door. De prijzen en lonen stijgen en de inflatie en de rente lopen op. En er is een personeelstekort. Het wordt er allemaal niet makkelijker op. Wat is de oplossing voor de ravijnjaren 26 en 27? Krijgen we als gemeente nog de noodzakelijke middelen of moeten we taken gaan teruggeven aan het Rijk? Dat ziet er niet zo goed uit. Maar het leidt voor Drimmelen wel tot de situatie dat we voor 2024 een hele hoge begroting hebben qua omvang van bijna 80 miljoen euro. Met gelukkig nog een positief resultaat door de eenmalige middelen vanuit het gemeentefonds, het Rijk. Zodat we nog kunnen investeren in de samenleving, de veiligheid en de openbare ruimte. De projecten in de buitenruimte financieren we zoveel mogelijk uit de bestaande reserves. Ook proberen we de toenemende kosten voor riool en afval te dempen door de inzet van de daarvoor bestemde voorzieningen. Maar toenemende lonen en prijzen betekenen nu eenmaal een hoger kostenplaatje. De gemeente Drimmelen is er voor haar inwoners en probeert zo goed mogelijk de dienstverlening op peil te houden. Hiervoor is personeel nodig, binnen en buiten het gemeentehuis. De samenleving verandert, vraagt meer van onze gemeente en Drimmelen moet hierin meegaan en leveren. Zodat we aan de wettelijke eisen van transparantie, veiligheid en bestaanszekerheid kunnen voldoen. We plannen veel voor 2024 en met deze begroting gaan we dat ook uitvoeren. Dank u wel. Ik wil het woord geven aan wethouder Simons en die naar voren vragen. En mag ik jou de microfoon geven in deze plek. Dankjewel, Thomas. Er staat inderdaad 2024, het jaar van de uitvoering. Er staat ontzettend veel uitvoering op de planning. Maar we hebben onze collegeleden een beetje proberen in te snoeren en te zeggen, we gaan gewoon twee dingen per onze portefeuille echt proberen uit te lichten die volgens ons de boventoon voeren. Maar dat wil niet zeggen dat er heel veel dingen die we niet zeggen niet ook gaan gebeuren in 2024. Maar ja, om nou honderden pagina's aan begroting vanmiddag aan u te presenteren, is ook zo wat. Dus pakken we twee belangrijkste dingen uit. En binnen mijn portefeuille gaat het als eerst om het bouwen van woningen. BNSM heeft al een hele mooie woonkaart gemaakt ooit, waarop je precies kunt zien waar de komende jaren in Drimmelen de woningbouwprojecten moeten gaan landen. Zoals wij nu de prognose hebben voor 2024, gaan wij starten met de woningbouw van tussen de 200 en 400 woningen in 2024. Dat is een voor Drimmelen ongekend hoog aantal. En daar hoort dan ook automatisch eigenlijk al een disclaimer bij van ja, wij zijn natuurlijk altijd afhankelijk van of dat bestemmingsplannen naar de Raad van State toe moeten. Of dat de bouwprijzen niet zo hoog de pan uit te reizen dat ontwikkelaars niet meer komen tot het bouwen van woningen waarvan we hebben gezegd die willen we hebben. Hè. Starterswoningen, sociale huurwoningen, geschikte gelijkvloerse woningen voor senioren. Want daar ligt die echte opgave voor Drimmelen. Maar het positieve nieuws is wel dat de plannen er überhaupt al liggen. Dat veel bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden. En dat het nu ook zorg is dat we daar in 2024 echt mee aan de slag gaan. Het zou voor Drimmelen een heel mooi aantal zijn als tussen die 200 en die 400 ook echt uit gaan komen. Want we bouwen aan dat fijne en veilige thuis. En dat begint erbij dat je in je eigen dorp oud kan worden. En dat je in je eigen dorp ook je eigen toekomst kan beginnen. Wat we nu gewoon veel zien dat veel jongeren het dorp verlaten en pas terugkomen als ze zelf kinderen hebben. En dat veel ouderen nu zichzelf afvragen, kunnen wij thuis blijven wonen? En zo nee, is er dan een ander plekje voor ons ergens in de gemeente? Dus wij hopen dat met die aantallen die in de pijplijn zitten, dat we daarvoor kunnen zorgen dat die mensen in ieder geval in hun eigen dorp, eigen gemeente, fijn een toekomst kunnen opbouwen en oud kunnen worden.
Het andere onderdeel wat we naast woningbouw gaan doen, zijn de veilige sport- en schoolroutes. En dat is eigenlijk een nieuw initiatief van ons college geweest. We hebben gezegd, joh, wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen en hun ouders natuurlijk en hun opa's en oma's op een veilige manier te voet en met de fiets naar de basisschool toe kunnen, naar het voetbalveld toe kunnen, naar de musicalvereniging toe kunnen. En het liefst ook op een zo zelfstandig mogelijke manier. We zien nu bijvoorbeeld veel drukte bij scholen van ouders die hun kinderen met de auto afzetten. Nou ja, als het buiten hoogst hard regent, dan is enige coulance, nou, kinderen wel fijn, al heb ik die vroeger volgens mij weinig gehad. Want ik moest gewoon altijd op het fietsje stappen. Maar toch, we gaan moeten proberen te zorgen dat onze kinderen zo zelfstandig mogelijk naar die school toekomen. Daar hoort gewoon bij dat je goede verlichting hebt, goede oversteekpunten, dat de weg recht ligt, dat de stoep recht ligt. En die inpunten zijn we aan het inventariseren geweest in Wagenberg. Daar zijn we dit jaar gestart met een gesprek met de school en VCW om te praten over, joh, wat zorgt er nou voor dat uw kind straks veiliger naar school en naar de sport toe kan. Die resultaten zijn we nu allemaal aan het verzamelen, op een rijtje aan het zetten. Dus daar komt van alles uit over. Nou, hebben we eerst de knelpunten met elkaar bekeken. Van, joh, in welk dorp, welke hoek ligt nou precies het probleem van onveiligheid. Daar komt dadelijk een actielijst aan bij als we het kunnen oplossen, joh, dit willen we op die manier aan gaan pakken. En dat gaat vanaf 2024 in Wagenberg sowieso ook een uitvoering gebeuren. Maar in 2024 gaan we ook zorgen dat we in Ter Heide en Lage Zwaluwe ook die veilige sportschoolroutes op gaan pakken. Lage Zwaluwe heeft natuurlijk nu, zijn we hard bezig met de dorpsvisie, komt mijn collega Bakker straks op terug. Maar daar verwachten we ook dat daar verkeersknelpunten uit gaan komen die met die veilige sport- en schoolroute dan gelijk kunnen oppakken in 2024. Zodat daar in ieder geval weer één onderdeel van zo'n dorpsvisie straks gelijk in de uitvoering kan. En hetzelfde gaan we doen in het dorp Ter Heide. Dus wat dat betreft is het 2024 het jaar van hopelijk veel bouwen en een stuk veiligere dorpen. Ja, net als in mijn portefeuille geldt, zoals Tim zei, dat er enorm veel onderwerpen zijn. Belangrijke onderwerpen, ook mooie onderwerpen waar ik mee aan de slag mag. Maar we hebben geprobeerd een mooie schifting te maken binnen die portefeuilles. En ik denk dat dat gelukt is, want het eerste onderwerp waar ik jullie even kort in mee wil nemen, dat is de energietransitie. Nederland moet in de komende jaren van het aardgas af. En ook in Drimmelen zijn we daar volle bak met elkaar mee bezig. In Ter Heide hebben we natuurlijk het prachtige initiatief van het Trijs Energiecollectief. Maar wij hebben als gemeente de regiefunctie van het Rijk gekregen. En wij gaan in twee wijken volgend jaar, 2024, het plan maken hoe die wijken van het aardgas afgaan in Drimmelen. Dat is een wijk in Hoge Zwaluwe, de Grijswijk. En dat is een wijk in Ter Heide, aansluitend aan de plannen van het Trijs Energiecollectief. En wij gaan daar met inwoners, met de woningbouwvereniging, met bedrijven, met verenigingen, gaan wij samen met elkaar een stappenplan maken hoe we van het aardgas af kunnen. Het leuke daarbij is dat we dat in Hoge Zwaluwe helemaal op onze eigen manier gaan doen met de inwoners. En dat we daar in Ter Heide ondersteuning van een provinciaal programma bij krijgen. En de provincie gaat ons daarbij dus in al die stappen helpen om de aansluiting ook met het TEC, het Trijs Energiecollectief, te zoeken. En het doel moet zijn dat eind van het jaar 2024 voor die twee wijken het plan er ligt. Die plannen ook door de gemeenteraad vastgesteld zijn. En dan kunnen we vanaf 2025 de uitvoering van die plannen ook op gaan pakken. Nou, dat is het onderwerp energietransitie. Dan mag ik ook binnen het sociaal domein nog een behoorlijke portefeuille vervullen. En daar staan twee behoorlijk grote projecten op het programma voor 2024 die vol in de uitvoering zitten. Links, en dat mag ik samen met collega Simons doen, ziet u de Bernarduskerk in Made die op dit moment verbouwd wordt tot het nieuwe sociaal-culturele dorpshart van Made. Dat is een dossier waar elke keer toch weer een nieuwe uitdaging op ons pad komt. Waar onlangs bleek dat Enexis ons de stroomvoorziening die nodig is niet op korte termijn kon leveren. Nou, voor de korte termijn hebben we een oplossing gevonden. Dat betekent dat we de planning, waar het eerst de bedoeling was dat in december de nieuwe Bernarduskerk zou openen, dat we nu de planning aan het uitwerken zijn waar in het eerste kwartaal 2024 dat gaat lukken. En voor de langere termijn zijn wij met Enexis nog steeds in overleg hoe we dat met elkaar op kunnen lossen. De verbouwing ja, die loopt hartstikke mooi op schema. En het eerste kwartaal 2024 zullen we dus met een feestelijke opening met elkaar gebruik gaan maken van de nieuwe Bernarduskerk. In de tussentijd is het wel zo dat de Maiboom langer open gaat blijven, zodat alle verenigingen die hun ding daar willen doen ook kunnen blijven doen. Want we gaan zorgen dat iedereen daarmee gewoon door kan. Nou, dat is het linkerplaatje. En het rechterplaatje is een soort van eerste sneak preview over hoe de nieuwe Stuifhoekschool hier in Made eruit gaat zien. Dat is niet alleen een school, maar dat wordt een zogenaamd IKC, Integraal Kindcentrum, met onderwijs, met opvang, peuterspeelzaal.
En ook zoveel mogelijk verbinding met sport en spel in de toekomst zou heel erg mooi zijn. En de aanbesteding voor de bouw van de school is inmiddels gestart. Die gaat nu de tweede fase in met de aanbieders die daarop hebben ingeschreven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft er inzage gelegen en gaat later dit jaar nog naar de gemeenteraad toe. Daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen, dus dat is heel mooi nieuws voor de voortgang van het project. En de bouw van de nieuwe school die gaat in 2024 starten. Dus dat zijn twee hele mooie projecten binnen het sociaal domein die ik hier vandaag toe wil lichten. Tot zover en dank. Thomas. Dankjewel. Dan mag ik voor de tweede keer wethouder Bakker naar voren vragen. Maar nu vanuit de andere portefeuille dan die van de financiën. Dus ik geef de microfoon maar gewoon over. Ja, merci Thomas. Ja, er zijn natuurlijk ook nog andere interne portefeuilles. Maar het belangrijkste is wel voor de inwoners het buitengebeuren. Dus de visie op Lage Zwaluwe. We gaan ook een visie voor Wagenberg opstarten. Maar dit is de eerste visie. Daar zijn we mee begonnen. Best wel lastig traject om met inwoners samen van begin af aan gezamenlijk op te trekken. De uitgangspunten te bepalen. En waar gaan we het over hebben en in wat voor setting. Dat project dat loopt, samen met collega Simons inderdaad. We hebben wel afgesproken dat we natuurlijk wel die visie afwachten voor grotere zaken, maar kleinere zaken en win-dingen die we meteen kunnen realiseren, die gaan we wel meteen doorvoeren. Dus daar is ook wat budget voor. Dus als er een parkeerplaats of een paaltje verkeerd staat, dan doen we dat meteen oplossen. Maar grotere dingen van hoe komt de toekomst eruit te zien? Wat gaan we waar doen? En wat willen de bewoners? Ook qua verkeer, veiligheid, wonen en groen. We hebben ze natuurlijk ook geïnformeerd over de woningbouwplannen, die onherroepelijk zijn. En dat betekent dat we daar wel heel veel ophalen. En dat is een heel boeiend proces. 14 november gaan we beginnen. Grote opkomst. We beginnen in de school. En dan gaan we in een aantal sessies op 5 onderwerpen gaan we de diepte in. En in 2024 wordt dan die visie vastgesteld. En gaan we ook daarmee aan de slag. Dus dan gaan we dat ook meteen inpakken. En kijken van wat kunnen we daaruit realiseren. En wat voor budget moeten we daaraan koppelen. Dat is heel belangrijk. En Wagenberg moet daarna vrij snel volgen. Maar dan gaan we niet wachten totdat de visie van Lage Zwaluwe klaar is. Dat is in ieder geval de planning. En het tweede onderwerp, ja, het is leuk ook dat mijn collega zei van in de Maaibom gaat het nog even door. Dus het biljart kan waarschijnlijk wel doorgaan. Sociale samenhang is heel belangrijk. In het sociaal domein zijn natuurlijk heel veel portefeuilles. En dat betekent ook dat er voor de ouderen, voor de WMO, maar dat de sociale samenhang in onze Drimmelen is heel belangrijk. Er is natuurlijk corona geweest. We hebben alles weer gestut en opgebouwd. Maar nu moeten we echt doorpakken en kijken van hoe. Wat hebben de verenigingen nodig? Wat hebben de jeugdverenigingen nodig? De sport? En hoe gaan we dat qua accommodaties ook allemaal op hun plek laten landen? En dat betekent ook dat we natuurlijk heel goed kijken van hoe kunnen we de samenleving, die natuurlijk verandert. Er komen mensen bij, we hebben meer nieuwe woningen. Dat moet allemaal geïncorporeerd worden. Dus het moet allemaal opgenomen worden in de huidige structuren. Want Drimmelen is sterk en dat blijft sterk. En dat is wel onze doelstelling. En daar gaan we met het sociaal domein en met onze partners en onze verenigingen volop mee aan de slag. Dat je iets wil zeggen over bestaanszekerheid. Ja, normaal inderdaad. De bestaanszekerheid, dat is een thema natuurlijk wat landelijk. Ik deed het ook in mijn inleiding al even zeggen. We gaan natuurlijk wel kijken dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Volgende week hebben we ook de bleefmiddag. Drimmelen is er voor iedereen. Of je nou jong of oud bent. Of als je mindere gezondheid hebt. Of een minder inkomen. Iedereen moet mee kunnen doen. En dat blijven we garanderen. Dat is inderdaad heel belangrijk. Goede opmerking. Het lijkt eigenlijk heel normaal. Maar in deze tijd wordt er wel de focus op gelegd. En we moeten als gemeente Drimmelen ook kijken. Los van, ja, maatwerk is ook weer zo'n term. Maar dat we wel mensen kunnen geleiden. Of naar werk, of naar inkomen. En dat we in ieder geval een beroep kunnen laten doen op de potjes die er zijn. En daar komen we ook in 2024 komt er nog een initiatief bij. Ja, goedemiddag. Ook ik heb een aantal inhoudelijke dingen in mijn portefeuille waar we het komend jaar mee aan de slag gaan. En een van de meest belangrijkste punten betreft het onderwerp veiligheid. Veiligheid is natuurlijk altijd van hele grote waarde. En daar zijn we dit jaar ook volop mee aan de slag gegaan. De gemeenteraad heeft aan het begin van dit jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren vastgesteld, waarin prioriteiten en doelen staan. We hebben voor de Biesbos een veiligheidsplan. Er zijn samenwerkingsconvenanten met gemeenten om ons heen. En ik heb ook als nieuwe burgemeester gewoon de opdracht vanuit de gemeenteraad gekregen. Ga actief met dat veiligheidsdomein aan de slag.
Wat we gedaan hebben is gekeken van, nou, wat zijn nu al die wensen die er liggen, hè? De uitbreidende taken die we als gemeente krijgen op het gebied van veiligheid, omdat er, nou ja, gewoon dingen bijkomen die bijvoorbeeld de politie overdraagt. Maar ook gewoon heel simpel, meer en grotere evenementen, meer bebouwing, meer inwoners, meer dagjesmensen, meer ondernemers. Dus dat hele pakket, wat is daarvoor nodig? En daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn om het aantal BOA's op te gaan hogen van 3 naar 5. Zodat we een wat beter inzet kunnen plegen, niet alleen achteraf, dus op meldingen, maar juist ook aan de voorkant en ja, op alle gebieden. Dat is niet het enige wat we in dat domein gaan doen. We gaan daar ook gewoon verder met het opzoeken van de samenwerking in de regio. We gaan ook investeren in het opleiden van bijvoorbeeld BOA's. En gewoon kennis uitwisselen, zodat we uiteindelijk kunnen zorgen dat het veiligheidsgevoel hier in onze 6 dorpen en in onze natuur- en buitengebieden goed stevig verankerd blijft. En dat we dus al die wensen tegenover de capaciteiten die we hebben ook met elkaar meer in balans proberen te brengen. Dat is iets heel belangrijks, maar we hebben ook van de wethouders hele mooie ambities gehoord. En die ambities gaan we veel ook samen met onze inwoners doen, maar dat kunnen we niet alleen met de inwoners. Daar hebben we ook gewoon heel simpel onze eigen gemeentelijke organisatie voor nodig. En dat is misschien niet meteen het meest shiny onderwerp om in zo'n persgesprek over te praten, maar ik ga het toch doen, want ik hecht heel erg veel belang en waarde bij die organisatie. Onze gemeentesecretaris is dit jaar begonnen met de doorontwikkeling van die organisatie. En die gaan we komend jaar ook voortzetten. Bij de kadernota heeft de gemeenteraad al ingestemd met een stukje ophoging van de formatie die we hebben. Dus gewoon simpelweg meer mensen die wij binnen de gemeente kunnen gebruiken. Om ook te voldoen aan alle taken die we hebben. Dat is een onderdeel daarvan. Ander onderdeel is ook gewoon heel simpel investeren in de mensen die we hebben zitten, maar ook in de mensen die nieuw binnenkomen. Dat doen we ook aan de hand van trainees, hè, dus jonge mensen die we mee in de praktijk op kunnen leiden en die we dan ook hopen vast te kunnen houden. En dat brengt ook weer een hele leuke dynamiek, want we hebben alle uitdagingen gehoord waar we als gemeente en als samenleving voor staan. Dat brengt soms ook gewoon andersoorten vraagstukken met zich mee, waar je andersoorten capaciteiten bij nodig hebt. En ja, die doorontwikkeling die gaan we maken. Dat doen we dus uiteindelijk allemaal. Niet alleen om te investeren in die organisatie en in de mensen die bij ons werken. Maar vooral doen we dat dus om al die taken die we als gemeente uit moeten voeren. Alle ambities die we hebben om die ook uit te kunnen voeren. Zodat het hier in de gemeente Drimmelen gewoon ontzettend fijn, mooi en leuk wonen, werken, recreëren, ondernemen en verblijven is. Ja. Ja, ik heb een vraag aan wethouder Jurke Vissers. Van het gas af noemde je net. Wanneer gaat dat echt concreet gebeuren of starten? Van het aardgas af. De vraag is of dat het netwerk wat er ligt over een bepaald aantal jaar niet gebruikt kan worden door een ander soort gas. Waar natuurlijk nu ook allerlei innovaties op plaatsvinden. Dus van het aardgas af. In Terreide is men al bezig, dus het Terreide Energiecollectief heeft de eerste 100 plus woningen al van het gas af. En die draaien al op het warmtenet van dat eerste Terreide warmtebedrijf. De Koer, het Puzzelbad, de Kerk, die draaien allemaal al op dat nieuwe warmtebedrijf. Dus de eerste stappen zijn al gezet. We gaan een jaar uittrekken om voor Terreide en Hoge Zwaluwe, voor die wijken, het plan te maken. Dus dat betekent niet dat in 2024 de woningen daar al van het gas, van het aardgas af zullen zijn. We hebben dat jaar nodig om die wijkuitvoeringsplannen te maken. En vanaf 2025 is de doelstelling om voor die twee wijken werkelijk woningen van het aardgas af te gaan halen. Nou, dankjewel. Duidelijk. Nog een andere vraag. Mag ik even daarop inhaken? Ja, als het over hetzelfde onderwerp gaat. Die grijze wijk in Hoge Zwaluwe, dat ligt aan de noordkant, hè, van Hoge Zwaluwe. Maar hoe... van het gas af, wat voor opties zijn er om dat te doen? Ik bedoel, je hebt daar geen warmtenetwerk tegen bijvoorbeeld. Dat lijkt me wat lastig daar. Of kun je dat ergens aankoppelen? Je hebt eigenlijk, als je het afbelt, heb je maar 3 mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. Je kunt het bestaande gasnetwerk in de toekomst gebruiken om een ander gas doorheen te laten lopen. En ik laat even in het midden wat dat is, want
Er wordt heel veel over waterstof gesproken, maar dat is misschien helemaal niet handig om dat voor woningen te gebruiken, omdat de industrie dat bijvoorbeeld nodig heeft. De tweede mogelijkheid is volledig elektrificeren. Dus dat betekent dat je met warmtepompen aan de slag gaat en met het opwekken van elektriciteit de warmtevraag, de vervanging van de gas doet. En de derde is een warmtenet, wat nu bijvoorbeeld in Terreinen dus aan het gebeuren is. Ja, en die opties die gaan ook voor die wijken in Hoge Zwaluwe onderzocht worden. Want het lijkt in de eerste instantie niet logisch dat daar een warmtenet zou komen. Tegelijkertijd zien we dat door de elektrificering die nu in Nederland bezig is, dat het stroomnetwerk hartstikke bomvol zit. En de vraag is maar of dat wij met elektrificeren het gaan halen en of we niet naar veel meer warmtenetten toe moeten. Nou, dan ga ik hem nog iets moeilijker maken, Paul. Op ons grondgebied komen er allerlei ontwikkelingen tussen Moerdijk en Geertruidenberg. Ja. Als het gaat om de 380 kV door de lucht, maar ook ondergrondse leidingen. En het kan best eens zo zijn dat er straks ondergrondse leidingen door onze gemeente gaan lopen. Waar wij de dorpen Wagenberg, Hogelaar, Zwaluwe, Maden en misschien zelfs wel Drimmelen deels op af kunnen gaan takken. En dat er wel een warmtenet komt. Aan wethouder Harry Bakker, je noemde net inclusief samenleving. Wat is het precies? En je noemde het woord beleefmiddag. Kun je dat iets concreter voor ons maken? Nou, inclusie is, iedereen kan meedoen. Iedereen moet meedoen volgens ons. Dat kunnen we ook niet verplichten. Maar we moeten wel openstaan voor die initiatieven. En dat betekent dus dat, of je nou laaggeletterd bent, of als je hersenletsel hebt, of als je slecht ter been bent, of als je iets anders hebt. Sommige mensen kunnen niet tegen spanningen. Maar dat we daar allemaal mee gaan en dat we er ook aandacht voor hebben. We hebben bijvoorbeeld ook de kermis, hebben die prikkelarme uurtjes, daar zijn ook ingekomen. Maar zaterdag is de beleefmiddag. Er wordt een breed scala aan mensen, ervaringsdeskundigen dan, we laten wij ons nog leiden. Die gaan we dan op bezoek bij bedrijven, bij scholen, we geven voorlichting. En dat komt nu allemaal tezamen. We hebben het ook intern gedaan in de organisatie en ook als college en raad hebben we die ervaringen mee mogen maken van wat is het als je dingen niet goed ziet, hoe kan je dan praten en wat wil je allemaal weten, maar hoe kan de gemeente daarop acteren? Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat betekent ook sommige dingen accepteren, de tijd te vernemen, maar er gewoon voor openstaan. Maar dat ook heel netjes, ja, ook bijvoorbeeld in goede stukjesroutes, dat je daar aandacht voor hebt voor ribbelstrookjes of dat je rekening houdt met, dat is het eigenlijk het belangrijkste. Was een mooie presentatie. En helemaal super dat jullie als college allemaal naar voren kwamen. Het coalitieakkoord, zit dat nou helemaal in die begroting? Is dat naar verwachting? Dat zat er al in. Er moesten wel nog een aantal dingen worden uitgewerkt. En dat is nu voor 80-90% wel verwerkt. Er zijn nog wat dingen die lopen, onderzoeken dan. Maar die staan financieel wel verantwoord in de begroting. Maar er zijn ook heel veel wettelijke vereisten. En ook gelukkig wat extra middelen van het Rijk in de begroting kunnen verwerken. Dus daarvoor hebben we nog een positieve begroting voor dit jaar. En waarschijnlijk ook volgend jaar. En daar hebben ontzettend veel mensen aan meegewerkt. Maar zijn daar nou ook bepaalde richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit Den Haag of de provincie, waar je aan moet houden om zoiets op te stellen? TIG, ja, in ieder geval het besluit begroten en verantwoorden is heel belangrijk. Wat bedoel je precies? Het besluit begroten en verantwoorden. Dat betekent dus dat we allemaal regels hebben, dat we een balans moeten presenteren, dat we een samenvatting moeten maken, maar ook een financiële begroting waarin alle wettelijke vereisten instaan en ook onze kerngetallen. We hebben bijvoorbeeld bij waar staat je gemeente van, hoe presteert de gemeente? Hoeveel meldingen krijgen we? Wat is de burgertevredenheid? Maar ook hoeveel schoolverlaters hebben we? Hoeveel vierkante kilometers wegen we hebben? Dus het is eigenlijk een proces van jaren. Heel veel werk. Nou, complimenten. Maar hoe kunnen bewoners van de gemeente Drimmelen nou eigenlijk heel simpel die begroting zien? Nou, in het carillon staat de begroting in één oogopslag. Die staat hier. Dus inkomsten en uitgaven netjes gerubriceerd. En er staat ook in van wat er allemaal speelt. En de grotere en kleinere projecten per kern en per in de hele gemeente ook. Dus wat algemeen is, bijvoorbeeld de verhoging van het subsidie voor een jeugdlid van €5. Die staat in alle kernen. Maar specifieke projecten in Wagenberg of Hoge Zwaluwe, die staan hier allemaal gerubriceerd. En op algemene taken staan gewoon de algemene uitgaven verdisconteerd op het aantal inwoners. Nou, super. Als ik het nou goed heb, wordt deze begroting 2024 op de agenda van de komende raadsvergadering van 14 november gedaan. 9 november. 9 november, prima. En dan hopen we dat die natuurlijk vastgesteld wordt. Ja, dat klopt. Het is nu aan de raad verder. Wij hebben alles in beeld gebracht en er komt in ieder geval positieve begroting uit. En er blijft altijd een heel proces. En ik hoop dat de raad inderdaad ook met verstand hier naar kijkt en dat ze de juiste beslissingen nemen. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Dank je wel.
Merci. Heel goed. Ja, dat is het. 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 Ja, dat